Theo, laat ik de trucje van die bus en die shotgun dadelijk toch een keer proberen. Ja, waarom niet? Het werkte bijna. Oké, okay, ik heb 32.000 punten op de bank dimmen. Succes. Best app voor je leven. Best volgende voor je leven. Kijk die punten eraf vliegen. Oh shit, zombies. Oké, okay. Bash. Wat heb je dan aan? Hetzelfde. Waarom heb je hem dan nog volgende staan? Omdat dat de knop is op mijn muis. Ja, dat is sneller. Oh, ik kan one-handed camp. Niels, je bent gespant. Niels. Ja? Ik kan barriers repareren, schieten en herladen met één hond. Super. Hugo de cyborg. Er zit een volgende en een vorige op mijn muis die bindbar zijn in games. Hey, maar Hugo, Chuck Norris kan dat met één vinger. Chuck Norris kan dat door te kijken. Wauw, Niels, wauw. Ja, ik kon geen double-tap kopen. Wist je dat Chuck Norris uit het vliegtuig een commercieel jet heeft neergehaald door hem even bij zijn te roepen? Bang! En Grandpa Simpson dacht nooit dat hij een Duitse vliegtuig neer kon halen. Maar vorig jaar had hij zichzelf bewezen. Wauw. Oké, ken je die backstory van de soldier in Team Fortress 2? Nee. Hij wou erg graag mee weg in de Tweede Wereldoorlog, maar werd geweigerd door het leger. Dus hij kocht zijn eigen vliegtuigticket naar Europa. En ging daar Duitsers neerschieten tot hij in 1947 wordt geïnformeerd dat de oorlog voorbij was. Nou beginnen de manoeuvres op gang te komen hier zo. Of de medic die hem haalt, vertelde ons tegen Heavy Weapons Guy. Die vertelde, and when the fish woke up, his skeleton was missing. And the doctor was never heard from again. Nee, keihard lachen, Heavy ook. Zes die met Prince. That's how I lost my medical license. Waarom heb ik nog chips meer? Ik heb nog chips. Ja. There. Wacht, er is nog popcorn die ik klaar kan maken. Maar ik heb geen cola meer. Oeh. Die morgen het spoor voor een supermarkt. Ja, kijk, ik heb dus voor dit potje zombies heb ik één bekertje ijsthee opgedronken. Daar zit zoveel suiker in dat ik nou genoeg energie heb voor de rest van de avond. Theo. Man, hoe leef jij op zo weinig suiker? Nou. Nou, maar dit is wel een hele zoete ijsthee, hoor. Dat kan ik je wel garanderen. Welke ijsthee is het? Westminster. Waar koop je die? Ik weet niet. Hoe heet de ijsthee? Insta diabetes. Suiker ziet type 2 terwijl je wacht. Zoiets, hè? 4200, wauw. Echt, hè? Die samenleving had net die samenleving had een computer gebouwd. Vroeg om het antwoord op de ultieme vraag te berekenen. De computer zei: kom terug over 7,5 jaar. Die samenleving is een beetje. Oké. 7,5 jaar later kwam daadwerkelijk terug. Oké, okay, ja, ik heb het antwoord voor jullie berekend. 42. Dat was zo. Iedereen was hartstikke blij, allemaal van die vlaggetjes ook met die computer erop getekend en alles. Dat was zo. Yes, I do have the answer. The answer to the ultimate question of life, universe, and everything is 42. Iedereen lijkt een beetje. 42? Yes, I've thought about it for quite a bit, and as it turns out, it is 42.
But I guess you you'd understand the answer better if you knew what the question was. Tell us the question. I can't. But I know someone who can. I'd rather be a computer so powerful, it will take up the size of an entire planet. And you will build this computer, and it shall be called Earth. Dit kost echt serieus gewoon bijna geen kogels. Man. Dit is zo geweldig. Nee, die Emtar is ook gewoon. Oftewel, de Malevolent Dexonorm. Ja, ik liet je eventjes uitlezen. Malevolent, Taxonomic, Anodized Redeemer, juist. Malevolent, Taxonomic, Anodized Redeemer. Juist. Hashtag non-native speaker problems. Juist. Malevolent, Taxonomic, Anodized Redeemer. Juist. Waarom knijf ik die zombies? Oh ja, omdat het er maar één is. Maar de naam van het wapen is gewoon verwacht. Een hoop grenzen woorden aan elkaar. Ja. Het zijn allemaal woorden die of met chemische of met oorlogsvoering te maken hebben. Doe een beetje denken aan zeg maar die... Die functies bij die jonge woudlopers. You don't fight me, I fight you. Nee, sorry, nooit gelezen. Ja, trouwens, wel bij in de wachtkamer van de orthodontist. Daar heb ik Donald Duck gelezen. Hugo, ik heb weer geen zombies hier. Ja, ik zit echt killen maar met wat. Is alles leeg? Ik heb nog 3 kogels, maar die bewaar ik voor noodgevallen. Oké. Okay. Dus ja, eigenlijk niks met schieten. Ja, ik ben nu Kubernetes aan het roepen. Bring him up! Your lunch meat! Maar volgens mij motiveert ze dat alleen maar. Niels! Oh nee, Niels gaat dood! Ik stond er ook gewoon zo heel derp na te kijken zonder iets te doen, want ja, dat heeft toch totaal geen zin. Ah, dan spannen we heel veel zombies, mooi. En, mijn Emtar is zo'n beetje leeg, dus ik kan eindelijk mijn RPD gaan gebruiken. LOL! Haha, Niels, je bent net te laat. Niels. Ja? Noodgedwongen heb ik mijn Cobra ingewisseld voor een MP5. Die toch eigenlijk best goed doet. Cool. Max Tembo. En een kaboom. Matteo. Alsjeblieft, Hugo. Oh ja, nu is mijn MP5. Ah, ik ben net te laat, Niels. Theo. Ja? Nu is mijn MP5 weer vol. Maar je hebt toch ook een sledgehammer? Ja, tuurlijk. Maar het is instakill. I'd rather be judged by 12 than beaten by 6. Popcorn. Ja. Ik vind de hout van die uit jullie gedaan heeft. Vroeger was het altijd zo dat mijn popcorn per se zoet moest zijn. Oh, ik doe altijd per se zouten popcorn. Ja, zouten popcorn is, vind ik altijd lekkerder, maar ik lust het allebei. Ik lust het tegenwoordig ook allebei. Ik vind zouten popcorn bijna lekkerder als zoet. Zouten popcorn is bewezen beter te zijn. Ja, maar je wordt er ook heel erg dorstig van. Ja. Zouten popcorn. Daarom heb je cola. Ja, inderdaad. Cola smaakt wel extra lekker nadat je zouten popcorn hebt gegeten. Dat is wel zo. Cola smaakt een beetje naar zout. Punt. Ja, oké. Okay. Maar popcorn is goed. Dus dan smaakt het gewoon goed extra ver. Hugo, het wordt tijd dat je wat zombies killt, jongen. Ik merk het. Punt is, ik moet ook nog weinig ammo over die MP5 kopen. Dus. Ja, maar het is wel een risicovol spotje daar zo. God nee. En dan is... Ja, ik ben er vaak genoeg gecornerd, laat ik het daarop houden. Anders heb ik unstuck in de vorm van een sledgehammer. Ja. Je kan best overleven zonder neus, toch? Geen probleem.
Maar wel, wel een probleem, maar geen, geen levensbedreigend probleem. Slecht voor je longen. Volgens mij was het juist slecht voor je longen om langdurig in je mond te halen. Ja, dat klopt. Klopt, omdat een neus meer roet en dergelijke eruit filtert. Dat klopt. Je neus is één gigantisch biologisch filter. En ik zeg gigantisch, zo heel groot is die niet. In ieder geval bij de gemiddelde persoon. Het probleem is dat als je constant door je neus gaat ademen, dan moet je volgens mij wel veel vaker in je neus snuiten. Omdat slot ontstaat zodra er te veel rotzooi in je neus komt. Ja. Maar goed, hè. We gaan allemaal een keertje dood. Ja. Niet als het aan Google ligt. Beter laat dan nooit, maar... Hoezo, Hugo? Hoezo niet als het aan Google ligt? Niels, beter nooit al laat dan vroeg of laat of wat dan ook. nou, ben je bekend met Google X? Nee. Google dat is bezig met een project voor levensverlenging. Dat is een fucking sci-fi en fictioneel klinkend onderdeel van Google. En dat is namelijk onderdeel van Google wat zich concentreert met fucking futuristische projecten. Denk aan Google Glass, Google's zelfrijdende auto. En nu ook een project, Google's onderzoek naar levensverlenging. Oké. Wow! Ja, Hugo is dood. Ah, kut. Ja, aan de andere kant, nou gaan de rondes waarschijnlijk wel wat sneller voorbij. En heb ik meer om te doen? Ik loop alleen maar rondjes, ik heb echt niks te doen hier. Ah, nou gaat het leuk worden. Voor mij niet. Nee, voor jou niet. Je hebt alles kwijt, dat is kloten. Maar je hebt wel 50.000 punten op de bank gezet, Hugo. Dus het is niet alsof je alles kwijt bent. Ah, ja, inderdaad, nou gaan ze spannen. Hoho, nou spannen ze ook echt allemaal tegelijkertijd, hoor. Ja, dat is wel spannend. We zijn nu allemaal bij Hugo, ben ik spannend nu allemaal in één keer bij jou. Ik vind het wel leuk, heb ik eigenlijk wat te doen. Ik voel mezelf nou net Froome van de Tour de France. Hoezo? Nou, iedereen die reed de hele tijd met hem mee. Maar op het moment dat het erop aankomt in de bergetappes, dan is hij eens eentje. Maar aan de andere kant kan hij het niet doen zonder de steun van zijn vrienden. En daar gaat het om. Oh, maar je ziet één magazijn en een hele reep erin weg. Zo geweldig is dit. Het grappige is, men bewint dat het oneerlijk is door doping. Maar ze gebruiken tegenwoordig allemaal doping, dus het is toch weer eerlijk. En wie heeft je gekomen achter mij? En het wordt een stuk interessanter, omdat de snelheden dan een stuk hoger zijn. Zo bekijkt wel, ja. Ja, toch? Ik kan wel zeggen over doping, maar snel gewoon doping toe gaan. Of gebruik je erin, dan maak je het best meer uit. Ja, maar het is niet echt gezond, weet je. Nee, dat is de eigen keuze. Er is een keer een wielrenner overleden vanwege zijn dopinggebruik. Tijdens het fietsen. Ja. Die doping gaf hem zoveel spierkracht dat hij eigenlijk met zoveel energie verbruikte dat hij zijn lichaam sloopte. Heb ik jou echt tot onmogelijke gedaan? Wat? Elke maïskorrel in een bak magnetron popcorn laten ploffen? Zonder de popcorn aan te laten branden? Nou, mijn MTAR is voor het eerst zo'n beetje leeg. Back for ammo later. Wat is secondary? Een RPD? Oh nee, laat maar. Ha, jammer. Je had bijna de perfecte bak popcorn gemaakt. Alhoewel het niet ver van de perfecte bak af is, volgens mij. Why won't you die? Niet
Niels, dit zou de laatste zombie kunnen zijn. Okay, ja. Niels, je bent er weer. Kom op. Wie is daar? Waarschijnlijk u of zo. Hallo. Oh, Joost. Ja, nee, met de microfoon dit is verkeerd, maar... Joost, deze recordpoging gaat tot nu toe vrij goed. We zijn in ronde 28. Ja. Oh, en Hugo is dood of zo? Hugo is dood, ja. Maar ik sta niet liever, want ik ben de host. Ja, Hugo is in ronde 27 dood gegaan, Niels in ronde 23. En Theo die leeft zeker niet als enige. Ja, dat klopt. En Niels is zojuist weer down gegaan. Godverdomme, Theo. Ik heb een geüpgrade M-Tarm, die is nou leeg, en een geüpgrade RPD. En het is ook bijna vol. En Niels, ja? Ben jij in voor een potje multiplayer of niet? En kan je proeven? Oh ja, tuurlijk ja. Niels is de host, hè? En hij gebruikt van dezelfde scorebestanden, dus nee, dan gaat hij daar niet blij van worden. Steam kan sowieso geen twee games tegelijk aan hebben, volgens mij. Dat weet ik niet. Dat is mij niet hoor. In ieder geval niet twee keer dezelfde game, maar... Nee, oké. Okay. Volgens mij ook gewoon helemaal niet twee games. Ja, dan gaat hij zo zeiken van waiting for blablabla to exit. Ja, daarom. Maar Theo, ik ben helemaal niet ver verwijderd van de perfecte bak popcorn. hoeveel omgepofte meiskorreltjes staat er nog in, Niels? Ik denk dat... Ja, dat is vrij netjes. Van de hoeveel popcorn? 20 by 20 by 20. Nou ja, dan doe je dat best goed, hè. Ja, toch. Nou lust ik geen popcorn, maar... Lust jij geen popcorn? Nee. Had ik nou niet van jou veel verwacht, Joost. 20 by 20 by 20, dat is 8000, wauw. Joost, ik vind jou wel zo'n type die zo ergens in een hoekje achter in de bioscoop gaat zitten en echt zo'n popcorn large op zit te vreten. Nee, ik ben meer... Nee, ik ben meer van de nacho. Oh, oké. Okay. Ja. Nacho large. Er zijn niet veel bakken veel bioscoop waar ze nachos hebben, maar in Amerika wel. En Antwerpen ook, maar daar is eentje nog net. Ja, maar joh. Wow, dit zijn veel zombies. In Antwerpen in de bioscoop hebben ze bijna alle. Nee, maar in Antwerpen daar zijn ze zeg maar niet gek uit. Daar zijn het gewoon. Ja, nee, de bed. Daar hebben ze gewoon de Doritos smaakloos gepakt. Precies. En een sausje erbij, dat is het wel, weet je wel. Ja, dat denk ik maar ja. Oh, die maakt wat lekker joh. Niels, misschien is het tijd om te spectaten, want het gaat niet heel geweldig hier. Ik spectate ook. Oké. Okay. Ah, het leuke van Black Ops 2 multiplayer is dat je Nuketown Forever hebt. Ja, die is wel grappig. Dat is toch wel. Het punt is, 5000 mensen spelen dit spel nog maar. Shit. Echt. Verveeld of zo.